stelde de voorzitter van de toezichthouder NZA in de krant dat wij de zorgverzekeraars maar gewoon moeten vertrouwen. Dat was toch op zijn minst een opmerkelijke uitspraak van een onpartijdige instantie die toezicht moet houden op zorgverzekeraars. Ik deel dit vertrouwen dan ook niet. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit is aangetoond dat iemand met een chronische aandoening de zorgverzekeraar een verlies oplevert van €400 per jaar. Een gezond, hoogopgeleid persoon levert daarentegen €140 winst op. Het is dan ook niet verrassend dat het reclamebudget van de zorgverzekeraars elk jaar stijgt en zich richt op de gezonde premiebetaler waar zoveel aan te verdienen valt. Dit blijkt ook uit het feit dat de meeste overstappers gezonde mensen zijn, gelokt door kortingen, voordeeltjes en cadeautjes. Zilveren Kruis Achmea gaf bijna 50% meer uit aan de zorgcampagne en Zilveren Kruis biedt studenten de allergoedkoopste basisverzekering ooit aan. Mens is verdrievoudigd in zijn reclamebudget en biedt bijvoorbeeld leden van de werknemersvakbond FNV een fikse korting. Kortom, zorgverzekeraars besteden miljoenen om gezonde doelgroepen aan te trekken. Doelgroepen als studenten en werkenden of sporters die in de regel weinig zorgkosten maken. Ze hebben hier speciale polissen voor. Dit is sturen op winst en niet om de zorg goedkoper te maken, maar om de eigen zakken te vullen en de rekening bij de zieken en ouderen neer te leggen. Zo helder als de rekensom is, is ook de conclusie van het Instituut Beleidmanagement en Gezondheidszorgrapport. Risicoselectie vindt plaats. En of het nu via doelgroepen, collectiviteiten of de aanvullende verzekering gebeurt, maakt in feite niet uit. De NZA concludeert echter dat ze geen signalen van risicoselectie ontvangen heeft. Of hebben ze deze soms geschrapt? Heeft de minister nog vertrouwen in de NZA? En zeker ook gezien de recente onthullingen over schrappen van cijfers en geblunder met medische privacygegevens. Diverse patiëntenorganisaties zoals de NPCF, de CG-raad en het Astmafonds hebben eveneens aan de bel getrokken. Heeft de minister die bel wel gehoord? En zo ja, waar blijven de maatregelen? Niemand wil immers risicoselectie in de basisverzekering. In diverse debatten heeft mijn fractie hier al aandacht voor gevraagd en de minister antwoordt telkens dat de NZA het in de gaten houdt. Dat antwoord is nu niet meer voldoende. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar alle vormen van risicoselectie, al dan niet in strijd met de wet. Dan kunnen we aan de hand daarvan kijken of we de wet dienen aan te scherpen om risicoselectie volledig uit te bannen. En wat mijn fractie betreft gebeurt dit onderzoek niet door de NZA. Zo nodig dien ik hier een motie voor in, maar ik zou natuurlijk liever willen dat de minister dit verzoek steunt. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording van de vragen. De minister heeft toegezegd dat de directe en indirecte vormen van risicoselectie worden meegenomen en onderzocht. En ook dat zij het risicoverevingssysteem vrijwel continu laat onderzoeken. Ik dank de minister voor deze toezegging en ik zal mijn motie daarover, die klaar had liggen, dan ook niet indienen. Wel wil ik de minister vragen om dan de resultaten voor 1 november 2014 naar de Kamer te sturen. Want dat is het moment dat mensen een nieuwe polis gaan afsluiten. En dan is het natuurlijk wel fijn als ze weten wat er allemaal gebeurt. De PVV maakt zich wel grote zorgen over het functioneren van de NZA. De minister zegt dat ze nog het volste vertrouwen daarin heeft. Maar gezien de recente onthullingen hebben wij dat niet. Maar ik wacht met spanning de brief van de minister hierover af, die wij dinsdag voor 12 uur ontvangen. Dank u wel. Dank u wel.